Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 2023 verschillende verworvenheden bereikt, maar ook vele uitdagingen gekend. Minister Umar Ramadien zegt in gesprek met onze redactie dat een van de verworvenheden is geweest dat Suriname een jaar eerder dan de WHO haar COVID-19-situatie onder controle kon krijgen. Een grote uitdaging voor het ministerie was het wegtrekkend kader waarmee de verschillende ziekenhuizen te maken hadden. De bewindsman maakt zich zorgen om dit punt en meent dat er daarin verandering moet komen. Wat je nu krijgt, we hebben dus nu, merk je die organisatie dat het op gang komt. Het COVAB bijvoorbeeld is, de COVAB is bijvoorbeeld gaan specialiseren in een aantal gespecialiseerde opleidingen. De inhuisopleidingen van ACP zijn weer opgestart. Er zijn veel initiatieven vanuit specialisten, afdelingen, bijvoorbeeld de IC of de dialyse om mensen dus gewoon echt on the floor, dan zeggen, op de werkvloer te trainen. Maar je moet wel eigenlijk werken aan een stukje, een beetje structureel opleiden. En omdat je die gap die ontstaat bij vertrek van van gespecialiseerd zorgpersoneel, dat je die ook adequaat moet invullen. En dat je niet steeds hoeft te kijken naar Cuba of Filipijnen of waar ook Nederland om mensen hier te krijgen. Want uiteindelijk gaat die zorg door. Elke dag zijn er zorgvragers. Vandaag is het misschien een beetje een minder drukke afdeling, maar morgen is die afdeling helemaal gevuld met kinderen of met zieke personen. Dus die uitdaging is er. Daar hebben we in maart 2023 geïntroduceerd de brain drain toelage. Een van de vele verworvenheden in het afgelopen jaar is het afronden van diverse infrastructurele projecten. Om maar te noemen bij het AZP alvast. De nieuwe intensive care met een hartoperatiekamer is opgeleverd. De nieuwe operatiekamer is ook opgeleverd. De SCH is goedkeuring gegeven om complete modernisatie en rehabilitatie te doen van de spoedeisende hulp. Dat project loopt, zit in de aanbestedingsfase. West Wing, daar is een project van start te gaan. Renovatie van de West Wing van het ziekenhuis, waar het lab is met de verloskamer. Dus al die zaken, nieuwe dotterkamer voor de ACP, nieuwe niersteenvergruisafdeling. Die projecten gaan lopen en ze worden opgeleverd binnen 18 maanden. Dus we hopen nog in april 2025 die hebben opgeleverd. Bij de RGD hebben we gemerkt de oplevering van derde rijweg. RGD Gezondheidscentrum, Kwarasang. Wonderridge zit in januari waarschijnlijk op het programma. We hebben de opening gehad van het Atjuni ziekenhuis. We hebben de herschikking gehad met AFD voor het weer ter beschikking hebben van gelden voor het Marwina ziekenhuis. En dat minister Umar Ramadien zegt dat de verworvenheden meer zijn geweest dan de uitdagingen. Maar dat neemt niet weg dat de uitdagingen hoog op de agenda staan van het ministerie en de regering.